Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Harry Potter WK Zwerkbal. We hebben een tussenronde zoals jullie zien, we doen niet mee. Als het goed is hebben we nog 5 wedstrijden te gaan en volgens mij moeten we nog 2 keer tegen de Nordic Team, als ik het goed heb begrepen. Oh, en natuurlijk Bulgarije, die in een vet stadion zitten. Overigens de Nordic Team ook, maar dat komen we waarschijnlijk later deze aflevering achter. Maar in ieder geval nu uit tegen Bulgarije. Dus ik ben zeer benieuwd hoe Bulgarije ervoor staat. Ik vind het altijd een vet stadion in ieder geval. This is Ludo Bagman, speaking to you from the Bulgarian. Zeer nice. Zoals ik jullie de vorige aflevering heb beloofd, zouden we eventjes door alle teams heen gaan van die in Harry Potter de Quidditch teams zijn. En ik heb de Quidditch teams opgezocht van de British and Irish Quidditch League. En een aantal had ik al genoemd, dus ik vond het wel grappig dat ik daar de namen allemaal nog van wist. We hebben Appleby Arrows, die had ik, dat zei ik nog tegen jullie, Appleby Arrows. Waar ik die van kende, dat wist ik niet zo goed meer, want ik heb het boek ooit gelezen, maar dat is echt 15 jaar geleden, denk ik. En hij wordt er volgens mij in het hoofdverhaal niet genoemd. De volgende is de Bycastle Bats. Nou ja, die kon ik me helemaal niet meer herinneren. Bulgarije is me bijna aan het inmaken en dat vind ik niet fijn. Dan hebben we... die moet ik even beter lezen zoals ik wat meer tijd heb om te lezen. Want we zijn wel aan het trouwen nu ik aan het lezen ben. Hebben jullie het in de gaten? We staan pas 2-0 voor. En we zijn nogal de bal aan het kwijtraken elke keer. Ik pak zo meteen in een tussenstuk momentje pak ik wel even de tijd om er even te kijken. Nou, Bulgarije is hardcore aan het winnen bij mij. Hij zit er in ieder geval in. De Carefully Catapults, de Quilts uit Wales. Belly Castle. De Belly Castle Bats waren trouwens uit Noord-Ierland. En de Appleby Arrows uit Engeland. Dan hebben we de Chudley Cannons. Blijkbaar hebben ze in de Nederlandse vertaling hem veranderd naar Cambridge Cannons. Wat ik best wel onnodig vind. Maar het zijn dus de Chudley Cannons uit Engeland. Daar is Ron dus super fan van. Zijn hele slaapkamer hangt vol posters. Van de Chudley Cannons. Zijn bed heeft een sprei met de Chudley Cannons. Dus dat is wel interessant. Allemaal oranje. Nou ja, het logo wat ik hier zo kan zien van de Chudley Cannons is ook oranje. Dus daar hebben ze in ieder geval constant gehouden. Dan hebben we de Falmouth Falcons uit Engeland. De Holyhead Harpies uit Wales. Over de Holyhead Harpies gesproken in deel 6. Horen we natuurlijk dat Gwendolyn Jacobs de aanvoerder is van... van de Holyhead Harpies en dat Slughorn daar zo nu en dan tickets voor krijgt zodat hij kan gaan kijken. Overigens is dat niet de enige aanvoerster van de Holyhead Harpies die we ooit leren kennen. Want Ginny wordt uiteindelijk aanvoerder van de Holyhead Harpies voor een tijd. Dus dat is leuk om te weten. En trouwens, Holyhead Harpies, voor de kenners weten dat wel, maar is een all-women team. Dan hebben we de Kenmere Castles. Dat ergens... laat het een belletje rinkelen, maar ik weet niet zeker of dat ook in het verhaal zelf zit. We hebben de Montrose Magpies uit Schotland. De Kenmere Kestrels is trouwens een Ierse team. We hebben Pride of Portree. Dat is degene die ik de vorige aflevering bedoelde van ik ben daar geweest op Sky. Dat is Portree. Daar ben ik bij Portree City. En Pride of Portree komt dus uit Schotland, van Sky. Dan hebben we Puddlemere United. Die zit wel in Harry Potter in het verhaal. In de vuurbeker, op het moment dat ze bij de WK Zwerkbal zijn, dan hoor je namelijk dat Olivier Plank, de oude aanvoerder van Harry's Zwerkbalteam, is op dat moment zit hij in het reserveteam van Puddlemere United. Dan hebben we de Tusthill Tornadoes. Die worden op een gegeven moment kampioen, want Cho Chang is fan van de Tornadoes. En die heeft dan ook een badge van de Tornadoes op haar gewaad gepind, zeg maar. En omdat Ron natuurlijk super fan is van de
van de Chudley Cannons maakt hij zo'n opmerking van, oh, je bent zeker alleen maar fan geworden omdat de Tornado's het een keer goed doen. En dan is hij helemaal op fans. Eigenlijk is dat net hoe de meeste Ajaxieten in elkaar zitten, zeg maar. Heel veel Ajaxieten zijn alleen maar fan van Ajax omdat ze veel winnen. Nou, dat is dit seizoen gelukkig niet zo. Dan hebben we de Wigtown Wanderers uit Scotland. En dan hebben we, waar we het al over hebben gehad, de vorige aflevering, de Wycombe Wasps, waar Ludo Bazijn dus een hele tijd speler van is geweest. Overigens, het is wel grappig, want als ik zo in dit dingetje kijk, heb je dus maar één team uit Ireland. Maar het team uit Ireland, of het land Ireland, heeft dus een team kunnen creëren wat goed genoeg is om het WK te winnen. Alleen ze hebben maar één team. Je hoeft natuurlijk niet elke speler. Nu zullen er vast meer Ieren, zeg maar, zijn die in die andere teams spelen. Want dat is natuurlijk niet per se teamgebonden. Maar het is wel bijzonder dat je als land. Laten we zeggen, als je als Nederland het WK wint. Maar je hebt maar één voetbalteam in je land. Dat zou raar zijn, zeg maar. Dan zag ik net als dat San Marino het WK zou winnen. Die hebben ook maar één team. Dat zou toch raar zijn? Of Monaco. Ja, Monaco, die voetbal trouwens niet individueel. Dat doet San Marino natuurlijk wel. Ik heb soms een beetje het gevoel dat het een beetje willekeurig is. Want met zo'n harde, zo'n grote boost, zeg maar, zou je toch al lang bij die snaai moeten zijn, jongen, de meisjes en de vrouwen. Jongens, meisjes en de vrouwen. Don't forget the mevrouw. Don't sleep on the mevrouw. One Quidditch card one. Continue. Nou, volgens mij is het nog twee keer Nordic team, een keer Spanje en een keer Bulgarije, denk ik. Eerste keer Nordic team is nu. Ik moest er heel even tussenuit, maar hebben jullie als het goed is zeer weinig van gemerkt. Ik moest alleen even mijn geluid weer zachter zetten, want ik moest heel even iets doen. Maar we zijn weer in the game. Back in the game. Niet meer de maling. Ik neem je niet eens in de maling. Oh, setting. Ik wou zo'n 7 comboing, maar ik had nog geen 1 comboing. Kablooming. Linkering. Oké. Welkom bij een gloednieuwe aflevering. Oh nee, het is helemaal niet een gloednieuwe aflevering. Ik zat alleen gewoon een half uurtje tussen. Omdat ik even iets belangrijks moest doen. We moeten allemaal wel eens wat belangrijks doen, boys en girls. En vandaag was even dit dat. Oh, ik werd genaaid in waar je bij staat. Ik sta pas 1-0 voor, jongens. Dat kan niet. Ik word hier zeer hard in het kontje gebonkt. Tegen de Nordic team. Ik weet niet wat jullie vinden van als we uit tegen de Nordic team spelen. Of jullie van het stadion vinden. Want het Nordic team heeft ons ook vaak. Ik weet niet of jullie dit vroeger speelden, zeg maar ik heb dit spel helemaal kapot gespeeld vroeger. Kablooming. Oh, dat verneukend comboing. Doe gewoon de maling. Oké, okay, ik begin nu Nandowings te praten. Of ik bedoel, het is eigenlijk Sandwings met een vleugje Nando. En dat moet natuurlijk niet. Nando is van de Lickering. Dat weten jullie misschien wel van de Pokémon Colosseum serie.
Dan gaat de intro... Oh, dit gaat echt niet goed. Dan gaat de intro altijd van... Lekker man. They need to get a better possession. Kijk, combo 5, dat is wel weer lekker. Boy, yo, ik word hier onderscapt. We don't want to be onderscapt. Snap it down. Combo 6. Huts. Oké. Ik heb eigenlijk mijn verhaaltje niet paraat. Dat is niet handig natuurlijk. Over mijn verhaaltje gesproken, we zijn wel bijna door het eerste World Cup hierheen. Ik ben zeer benieuwd of we heel veel verschil zullen merken tussen de moeilijkheidsgraden, zeg maar. Lord Gustafsson! Bidibab, de Gustafsson. Dat is een liedje. Boy, yo, ik ben gewoon geraakt door de beuker, die man! Nu word jij ook geraakt door de beuker. Combo 7, jullie moet zitten! Lekker, man! Niet onze beste ronde, als ik heel eerlijk ben hoor. Maar dat geeft niet. Het hoeft niet altijd de beste ronde te zijn. Als het maar soms juist de beste ronde is. Hoppatee. Duitsland de wind, de booming. Germany with the win. I would predict there will be many joyful celebrations in Germany tonight. En een Quidditch card gewonnen. Laten we ook weer eens even opslaan. Dat lijkt me een zeer goed idee. Checking for save games of the memory card in slot A. Nou, dit was zeker een memory card in slot A. Hop. Hoppatee. Ja, nog 3 games. Spanje uit. We moeten nog Spanje uit. We moeten Bulgarije thuis. En Nordic Team uit. En dan zijn we klaar. Hello there. Ah, Arbello Bertaia zeker. Spanje heeft ook wel een vet stadion, toch? Ik vind het wel. Ik vind die van Duitsland, die wij zijn, vind ik niet zo heel mooi. En die van Australië is niet zo heel mooi. Van Frankrijk is op zich wel grappig. En die van Amerika is ook niet zo bijzonder. Ik vind het wel grappig dat daar veel pompoenen rondzweven en zo. Daar kan wel weer van genieten. Ik vind die van Japan wel vet, die is heel hoog zo boven het water. Ja, die van Bulgarije is wat ik weet niet, die heb ik al gezegd. Oh, die van Engeland is ook meh. Dat is in dat kasteel, maar dat hadden ze beter kunnen uitvoeren.
has been thrown down, and Spain are refusing to pick it up. He passes right. There is it! Oeh, hij wordt weggeslagen. Dit is niet goed. Passes it off. Oh, die gaat niet goed. Oh, jawel, toch wel. Lekker. Een combo 6. Oh, dat was tijd voor een combo 6. En toen werd ik gewoon onderscapt. Score, score, Gryffindor. Score, score, Gryffindor. Oké, okay. Die kan goed uit. Oh. Oh, dit is een combo 8. Wajo, nieuw record. Nieuw wereldrecord. Kaboom, man. Oh, dat kan dus niet. Dat ik wel. Oh, ik gooi hem van heel ver erin. Kaboom. Hey, ik probeer een special move. Waarom speciaal moved hij die niet? Waarom moved hij die niet speciaal? Oh, ik weet waarom niet, omdat ik niet op de goede knop drukte blijkbaar. Ja, zo moet hij. Volgens mij heeft Spanje nu een record aan hoeveel snijs ze hebben tegen mij. Volgens mij is dat nog geen enkel ander team gelukt. En dat komt ook omdat ze natuurlijk net een budget gedodged hebben, hè? Dat scheelt natuurlijk ook. Die Blusher geeft me natuurlijk de kans om hen een beetje van Poekie te laten rookie. En die Spanjaarden houden wel van stinkende Poekies. Lekker. Oh, oops. Oh, it's a penalty! Flips it! Brand! Josh! Kirsten Blick! They need to keep hold of the bottle! She takes it back! Igor Brand! Hoezo werd dat nou weer op combo 1? Dat is echt niet eerlijk. Ik vind het wel grappig. Oké, nu wordt het weer. Dit wordt gewoon vervelend. dit was heel grappig. Ik vond het wel grappig. The booming. The snai is free. Ik heb nog met die laatste bludger heel veel schade kunnen doen aan de balk van Spanje. Green. Misschien is het nog interessant om deze aflevering nog één match te doen. Spanish Stadium unlocked. Nice. Dan moeten we nu of thuis tegen Bulgarije of uit naar Nordic Team. Uit naar Nordic Team. Nou, dan krijgen jullie deze aflevering nog een mooi stadion. En dan in de volgende aflevering.
De laatste wedstrijd. Thuis tegen Bulgarije. Yeah. Oh, dat is irritant. Oké, het ging niet helemaal zoals ik wou. In de val een combo vier. Kijk, dat is toch vet stadion. Het lijkt me wel pittig koud om hier te moeten zwerkballen. Daar niet van, maar... Misschien doen ze dan wel een warmtebezwering op hunzelf en dan hebben ze nergens meer last van. Want het is magie, dus dat kan gewoon. Kebloeming! Oh, Blooming! Kom bij 6, nice. Hoppatee. Zat er lekker die goals, hè? Die combo goals. Oh. Hombali! Gebooming! Zie je ook dat die keeper helemaal zijn bezem loslaat. Van, fuck it, of ik hou deze bal en ik ga dood, of ik hou deze bal niet en ik ga dood. Hoppatee! Ramirez! Lekker, oké. Lekker win. Hoppatee. Nou. Gaan we. Wow, dit was de snelste snipe catch die ik deze serie heb gehad, denk ik. Is ook wel een keer lekker. Ik zag niet het noorden licht, dat was vet. Yeah.
Nice. Weer een match gewonnen. Nog één match te gaan. En dan zijn wij wereldkampioen zwerkbal met Duitsland geworden. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag de volgende keer. Adios, amigos.